Wat up allemaal, zijn we weer met een nieuwe video. Ik ben onderweg naar mijn maatje Ralf. Die is ook een collega van mij bij het Verenhuis. En die heb je als het goed is al in een paar vorige video's gezien. Die ving een paar video's terug die gigantische snoekbaas. We gaan sowieso naar de Maas. Zullen hier en daar wat polderwatertjes afdoen. Eigenlijk alles wat tussen Ravenstein en Raven zit is van ons vandaag. Ja. Nee, niet. Ja. Zit er eentje achteraan. Zeker als je het bijgooit dat je ook hebt. First cast. Hé, hey, en best wel. Hij is niet lang, maar wel op zich wel hoge rug. Eerste worp. Dus samen met Ralf, collegaatje. Ja, die zit in de knoop. Die zit in de knoop. Ik ken hem waarschijnlijk al van de vorige video's, toen hij een bak van een snoekbaars ving. En de eerste rode snoek die ik ooit heb gezien. We zijn nu een beetje aan het bazen met inline spinnertjes, zelf gebouwd. En eerste worp, deze jongen, dat is hij, 15, 20. Ga terug. Kan ik op die bunker klimmen? Hier kunnen we er zo op. Ja, netjes. Basje jongens, eerst vandaag. Vanavond door naar het snoeken. Camera weer niet aan. Ja, het is kleintje. Hier. Ja. Kleintje. Lang het water houden. Is je weer? Snoekje van een centimeter of. Ja, dat zijn 60, 65. Ja, om en nabij. Oh. Ik dacht, ik heb een trill in hem. Hij is, heb je ja, zin in vandaag, joh? Ja, dat ben ik wel. Ik ben een glantje. Zet gewoon een glantje terug. Daar gaat hij al. Volgens mij heb ik dat gemist. Een baardje. Ah, netjes. Ja, dat is de tweede van vandaag. Maar dat was nou niet degene waar ik vanavond naar op zoek was. Dus we gaan gewoon verder voor de snoek. Maar het is wel fijn dat hij er is. En op de Fat Irish. En die op de Fat Irish ook nog. Die is ongeveer de helft van die vis. Even kijken, waar is die? Hier is die. Ik zal hem er even bij pakken. Echt jongen, die beestjes zijn knettergek. Dat is echt ongelooflijk. Niet normaal. Bijt echt op alles wat voorbij komt. First fish of the day. Nou, hij zat er al een keertje achteraan. Heel kleintje hoor. Leuk die zelfgemaakte spinners. Heb ik al gezien, is waar. Ja, zie je ze weer daar? Snoek! Hoppa! Heel kleintje wel. Heel klein snoekje.
centimeter of 40 denk ik. Leuke aanbeet vlak voor de kant op het spinnertje. Ik zet hem even gelijk terug. Zo, laat ik een beetje context geven omtrent wat er net gebeurt eigenlijk. Ik was eigenlijk van plan om naar de Maas te lopen. Ik kwam even langs een koepeltje waar we afgelopen keer baarzen hebben gevangen. Waar ik de 97 centimeter snoek heb gevangen. En ik loop er langs en ik zie een klein snoekje jagen. Dus ik denk, ik ga erop af. Sprofat Irish eerst erop. Dat wilde die niet, had hij geen interesse in. Was denk ik te groot. Toen pakte ik mijn spinnertje tevoorschijn, zelf gebouwd. Even de eerste woorden pak een baars eraan. Denk ik, loop een klein beetje door naar waar ik de hele tijd de plonzen zie. En ik gooi één keer overdwars van de ene naar de andere kant. En vlak voor de kant klapt er een snoekje op. Ontzettend wild natuurlijk, er zijn die kleintjes. Dus dat is wel heel gaaf hoor. Ik bedoel, die baasjes is wel gaaf op eigen kunstaas. Maar wat ik al zei, het is bijna een soort van valspelen daar. Want ik weet dat spinners daar altijd werken in deze tijd op baars. Maar die snoek, dat was wel... Dat snoekje was wel echt kicken. Ik denk dat ik hem ga afsluiten. De actie houdt ook heel snel op. Lijkt er ook niet op dat hier grotere vissen zit. Het begint donker te worden. Ik word hier helemaal lek gestoken door de muggen. Dat is echt niet normaal. Ik bedoel, ik ben daar normaal niet zo schuiterig in. Maar ze zitten in mijn ogen, alles. Dus daar werk ik niet echt mee. Dus ik denk dat we er maar eens een einde aan gaan breiden. Twee snoeken. Een aantal mooie baarsjes. Wel allemaal klein, maar wel allemaal leuke baarsjes gevangen. Snoeken waren ook niet groot, maar wel twee deze week. En op een zelfgebouwde inlinespinner, dus dat maakt het wel weer speciaal. En daarnaast, tuurlijk heb je liefst altijd meter snoeken. Maar de natuur bepaalt en je moet blij zijn met alles wat je vangt. En snoeken. Ik vind kleintjes ook altijd gewoon... Kleinere snoeken vangen vind ik ook gewoon leuk. Kleinere baarsjes is leuk. Zolang je maar vangt, zolang je maar bezig bent, geniet van de natuur. Willen jullie meer tips? Laat het even weten in de comments. Dan ga ik een keer een... Hoe vang je roofvis video maken. Dan gaan we even helemaal doorlopen wat je aan materiaal nodig hebt. Van schepnetten tot tangen tot hengels. Om een beetje fatsoenlijk te kunnen beginnen met vissen. Laat weten of jullie daar behoefte aan hebben. En dan gaan we dat doen. Dus voor nu is het in ieder geval klaar. Ik hoop dat je genoten hebt van deze video. En ik zie jullie heel snel weer.